Maar van die drie paar baal ik wel echt het meest. Dus dat vind ik echt jammer. Ik ga hem denk ik zo goed vast proberen te knopen dat hij never nooit meer loskomt. Echt, ik blijf gaan. Er komt geen einde aan. We gaan mensen erger niet. En we hebben er een prijs op gedaan. Toen werd het warm, toen had ik ook helemaal geen last meer van. En nu heb ik weer elke keer dat ik denk... Fijn dat ze weer naar school allemaal mogen. Dat ik er niet eens heel erg moeilijk mee heb, zeg maar. Maar goed, nu onderweg naar huis. Oh ja, ik heb mijn kleine buurmeisje meegenomen. En die ging geloof ik voor het eerst met een andere moeder mee naar school. Dus die vond het heel spannend. Dus ook nog even bij het raam staan kijken. Maar toen zag ze weer helemaal blij uit. Maar die was heel verlegen met lopen. Maar allemaal goed gekomen. De moeder had op de hoogte gesteld dat het allemaal goed was gegaan. Ik ga me gelijk bezighouden met de schoentjes van Sarah. Want ik heb een aantal paar die echt weg moeten. Deze, dat is echt... Deze heeft ze voor de verjaardag gekregen. Dat is in oktober. En toen zaten ze goed. Zelfs nog een klein tikje ruim. En ze zijn gewoon echt te klein. Ze zit echt gewoon met de tenen al een beetje zo in plaats van zo. Maar het goede nieuws is dat ik ze opnieuw heb besteld. En dat die dus onderweg al zijn. Want ja, ze heeft ze wel gedragen hoor. Dat kan je ook zien, maar zo weinig dat we er echt nog lang niet klaar mee zijn. En we dus nog niet eigenlijk klaar waren om ze weg te doen. Soms als het vaak gedragen heeft, dan wordt het minder erg. En van deze baal ik. Ik hou zo van dit soort schoentjes. Deze komen van de Zara, die andere waren van Replay. Daar kwam ze altijd moeilijk in en uit. Maar het wordt echt te klein. Het som is, ze heeft ze niet lang geleden heeft ze aangehad en toen ging het nog. En dat was met deze ook, maar ze is in één keer vooruitgeschoten. Deze ook, die passen ook opeens niet meer. Dus ja, en gewoon kaplaarzen en zo. En allemaal niet boeiende schoenen verder. Maar van die drie paar baal ik wel echt het meest. Dus dat vind ik echt jammer. Maar goed, degene die ik het allerergste vond, die heb ik besteld. En ik moet dus zoiets weer gaan vinden. Ik baal zo erg. Ik was dus mijn schelpje aan het leegruimen. Ik heb een schelpje, die hebben overal in huis schelpjes, van die oesterschelpjes liggen. En in deze doe ik altijd mijn oorbelletjes of mijn sieraden als ik die s'avonds laat afdoe en iedereen al ligt te slapen, zodat ik niet in mijn kast en lades hoef te rommelen. En soms ruim ik ze de dag erna op en soms laat ik het even liggen. En dan ben ik dus van deze de ander kwijt. Alles was compleet behalve deze. En daar baal ik zo verschrikkelijk erg van. Ik kan hem echt nergens vinden. Maar ik snap het niet, want het kan er niet zomaar uitvallen. Echt, ik ben al heel de tijd aan het zoeken. Ik wil gewoon mijn oor wel vinden. Hij moet hier ergens zijn. Maar ja, ik wilde ook de kamer zo gaan stofzuigen. Maar ja, dat vind ik wel ook niet echt een heel goed idee als mijn oor wel weg is. Dan ga ik hem natuurlijk helemaal nooit meer vinden. Dan verdwijnt hij. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik kan die stomme oor wel echt niet vinden. Maar ik ga me nu bezighouden met deze. Want dat zou ik al een hele tijd doen. Zeggen de armband was losgegaan. Gewoon omdat ze er te veel aan trekt. En nu ga ik proberen om hem weer te repareren. Ik zal het puntje. Kijk, het puntje is wijd. Even een schaar pakken. Een stukje eraf halen dan maar. Kijken of ik ze eraan krijg. Het zijn allemaal van die projecten die ik uitstel. Want ik heb eigenlijk een hekel aan dit geknutsel. Maar ja, ik had het beloofd, dus ik zal het wel moeten doen. Want wat je belooft moet je doen, zeg ik altijd tegen haar. Dus ja, dan moet ik me er zelf ook aan houden. Dus daar ben ik helemaal happy. En ik ga hem denk ik zo goed vast proberen te knopen dat hij never nooit meer loskomt. Ik weet niet of mijn project helemaal gelukt is. Want hij is een beetje klein geworden. Nou, anders moet ik ooit maar eens een ander elastiek draadje vinden. Maar die heb ik dus nu niet. Maar hij zit wel echt heel goed vast. En ik zou hem niet omkrijgen. Maar ja, de pols is natuurlijk smaller. Dus ik denk dat zij hem wel om gaat krijgen.
Maar hij is in ieder geval gemaakt voor nu. Dus ik hoop maar dat het wat is. Maar echt, dit is echt erg. Maar er zaten knoopjes in aan de ene kant die ik er niet uit kreeg. Dus, en toen was ik dus beperkt aan de andere kant met hoe ik hem moest knopen en hoe ik het moet vastknopen. Dus ik had niet heel veel optie. Maar misschien dat het ons later nog lukte om ze gewoon los te maken en hem wel gewoon helemaal goed te knopen. Normaal eet Sarah op vrijdag altijd thuis. Alleen dinsdag zou ze bij Mila eten, dat doet ze normaal. Alleen deze week ging dat niet, dus ze luncht daar vandaag. Dus ik ben alleen. En ik denk dat het dan maar even simpel een boterhammetje wordt. Ja, even snel. Meestal als ik dan alleen ben, dan maak ik wat uitgebreider eten. Maar vandaag iets minder zin. Oh, mijn haar echt. Het zat vanochtend echt heel goed. En nu denk ik, ja. Nou, zo, hier zit een hele rare pluk. Maar goed. Het is weer plannen gewijzigd. Wel leuk dit keer. Maar ik doe niet anders dan plannen wijzigen deze week. Maar Sarah die was al heel de week met een vriendinnetje van school aan het praten wanneer ze kon spelen. En haar moeder appte net, want ze had het gisteren al over gehad over vandaag. Of dat nog goed was. En ze had al tegen haar dochter gezegd als ik er niet sta dat ze met ons mee mocht gaan. Want dan had ze contact gehad met mij. Dus Sarah de vriendinnetje gaat ze mee. Maar dan wil ik ook even mijn volgorde veranderen van dingen die ik hier wil doen. Dus moet echt even gaan opschieten. Ik heb ondertussen de meeste dingen die ik boven wilde doen af. Want dan kunnen die meiden zoveel mogelijk gewoon lekker boven spelen zonder dat ik heel de tijd ertussendoor loop. En dan ga ik dadelijk gewoon hier beneden stofzuigen en dat soort dingen. Dat moet ik allemaal nog doen. Maar ik heb alles natuurlijk even omgegooid. Nu mijn spullen pakken, want ik mag alweer richting school. En echt, ik heb natuurlijk zoveel tijd eigenlijk gemist om mijn dingen hier te doen. Dat echt, ik blijf gaan. Er komt geen einde aan. Als ik het ene gedaan heb, dan is het volgende alweer en alles. Maar ik zit vol goede moed. Ik ga het gewoon allemaal weer helemaal op orde krijgen hier. En ik kan echt niet wachten tot alles weer normaal is. En ik heb net mijn to-do-lijst even helemaal aangepast. Want ik kwam nog wat dingetjes tegen die ik dacht, die moet ik ook doen. En lukt het vandaag. En anders schrijf ik het gewoon door naar morgen. Maar dan moet ik ook de deur uit, want we hebben ook nog het project. En dat lukte gisteren ook niet helemaal. Dus Marco doet zijn deel vanavond. En dan moet ik dan ook weer morgen mee verder. Maar goed, ik ga mijn spullen pakken en dan snel naar school. Anders ben ik daar te laat. En dit is nu gezellig om met mij komen spelen. Dat is super gezellig. Dus nu gaan we nog even lekker snacken. En daarna gaan we even boven op mijn kamer of op zolder spelen. De meiden zijn buiten spelen. Ik heb net beneden al heel stuk gedaan. En toen bedacht ik me dat ik dat eigenlijk gewoon heel de tijd op meisje der Millen aan het doen ben. En heel de tijd heel fanatiek aan het meezingen ben. Ik hoor letterlijk Sarah de muziek zo vaak dat ik het gewoon allemaal meezing achter elkaar. Dus ik ga wel even andere muziek opzetten. Ik ga even thee drinken. Daar heb ik heel erg veel trek in. Maar het is echt net als sommige mensen niet kunnen stoppen met koffie drinken de dag. Ik dat met thee drinken. We hebben net gegeten en daarna heb ik Kasten en Marco gesjouwd. Dus hier staat er een en daar een in de gang. Even, heel even niet wachten. Niet kijken naar het spel. Nee, ik kijk niet naar het spel. Maar dat is voor mijn werk. Dus die staan nu even in de weg. Ja, en als ik win gaan... krijg ik een koekje. En dan zeg jij. Zal ik eens vertellen wat we gaan doen? Niet erg. We gaan mensen erger niet. En we hebben er een prijs op gezet. Als ik win dus, krijg ik 15 minuten knuffelen. Of 15 seconden. Ja, 15 minuten vond ik leuker. 15 seconden het allerliefste knuffelen wat je maar kan. Ja, en 5 kusjes. En dat betekent niet heel hard knijpen, hè? Ja, precies. Dat was vorige keer, zegt ze. Ik ga het allerliefst knuffelen. Zo, toen kneep zo hard in me. Ja, dat was liefdevol knuffelen. En wat kreeg ik? 5 allerliefste kusjes. Ja. En als Sarah wint, krijgt ze een koekje wat ze heel erg lekker vindt. Wel erg. Ik wil liefde en jij wil eten. Nou, rol maar. Gaan we kijken wie er begint. Sarah 2. Ik 5. Dus ik mag beginnen. Maar het is alsnog niet de eerste 6 rolt. Dus we gaan een heleboel heen en weer rollen waarschijnlijk. Wie het eerste op het bord mag. Oh, hij ging er 6 naar 2. Half uur later. Ja, dat heb je.
Oeh, bijna. Ik zag die 6 langskomen. Nou. Kom op, dobbelsteen. Anders gaan we gewoon. Nee? Dat is het spel. Mensen, erger je er nou niet aan? Ja, maar ik moet op tijd een potje. Nee, we deden 1 potje en dan zou je lief naar bed gaan. Maar na de knuffels en kusjes zo. Dat was een mooie schijnbeweging van mij. Dit was iets te hard. Nou, ja! Nou kunnen we spelen. Ja, ah, maar ik moet winnen, want ik wil kusjes en de allerliefste knuffel. Ja. Oh, ik krijg ook 6. Het zegt nog niks, maar ik moet dus 3 rollen en Sarah moet er 1 op het bord. Hey. Maar ik rol 5, dus ik kan niks. Hey, nee, je moet 6 rollen om iets te kunnen. En ik kan zo niet. Als ik 1 rol. 1 versus 6 is het nu. 1 versus 6. Wie hem rolt? Oh, jij rolt mijn 1. En jij rolt. Ja, ik heb gewonnen. Kom maar op met mijn prijs. Kom maar hier. Ik heb Sarah net op bed gelegd en mijn kusjes en knuffels geïnt. En nu ga ik heel snel mijn edit aanzetten. En hopen dat ik hem afkrijg, want ik kreeg ook al een bericht dat de picknick onderweg is. En ik wil het heel graag daarvoor af hebben, maar ik weet niet of ik genoeg tijd heb daarvoor. Want ik moest nog best veel. Dat lukte natuurlijk gisteren niet. Wel alles vanmorgen geregeld, dat ik voor het project kan doen wat ik moet doen. Dus daar ben ik dan weer wel blij om. Hier doe ik iets fout. Deze moet ik openen. Dus hier ga ik me nu even snel op focussen en dan hopen dat ik hem op tijd af heb. En dat had ik eigenlijk al gezegd. Mijn computer was nog niet opgestart, of in ieder geval mijn editprogramma. En ze stonden al voor de deur. En ik heb deze nog een keer besteld. Dat was echt te snel op vorige keer met die meiden. Dus hier ga ik van de week even lekker van genieten. Flink doorgewerkt. Ik heb 1 vlog helemaal af. En eentje heb ik klaarstaan om te renderen. Dus daar ben ik blij om. En ik ga mijn laptop opruimen. Want ik zit echt te knikkenbollen achter die laptop. Ik ben niet op zich moe dat ik denk ik wil naar bed. Maar ik kan mijn scherm gewoon niet meer zien. Zeg maar. Maar volgens mij heeft het ook te maken dat de lucht weer droger wordt met dit weer. En met die kou. Want eerst hadden we dat bakje op de vorm. Toen ging het beter. En toen werd het warm. Toen had ik er ook helemaal geen last meer van. En nu heb ik weer elke keer dat ik denk, mijn ogen voelen wel echt heel droog aan. Dus ik moet eigenlijk eens kijken wat het weer gaat doen. Als het over een paar dagen warm wordt. Ja, trouwens kan ik een bakje voor een paar dagen natuurlijk neerzetten. Bedenk me nu. Dan moet ik dat morgen doen. Oh, ik heb mijn laptop te zien. Want anders, waarom zou ik een paar dagen last hebben? Dus misschien dat ik dat maar even ga doen. En ik had net thee gezet en ik heb een paar kekjes erbij gepakt. Ik denk, laten we toch een beetje braaf zijn voor de lijn. Maar die zijn lekker. En het zijn wel de granenversies. Die zijn beter. Dus dat rechtvaardigt het nog in mijn hoofd. Mijn eetgedrag. Ja, Marcus naar bed. We hebben ook nog aan ons project gewerkt. En ik ga nog even tv kijken tot mijn thee op is. En dan ga ik zo denk ik ook naar boven. Mijn koekjes op. En daar had ik echt zo'n trek in. Ik was heel de tijd bezig. En ik zou ook heel de tijd in koekjes denken. Omdat ik ze wilde eten. In ieder geval kaakjes. Nu ga ik alles opruimen. Even recht trekken. En dan lekker mijn bedje in. Ah, dat is zo vervelend. Dit kussen bleef altijd goed in vorm. En toen is of Sarah of Marco erop gaan liggen dat hij binnenkant, zeg maar, niet meer helemaal in de hoes zat. En sindsdien trekt hij elke keer weg. En dan gaat hij scheef zitten en misvormen. En dat vind ik heel vervelend. Maar hè, wat doe je eraan? Nou, de kamer is helemaal netjes. Die nou kwam er echt raar uit. En die was ook onbedoeld. Ik ga echt snel een bed in, want ik zit echt helemaal in het storten. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!